Hallo iedereen en welkom op LiveTrigger. Blij dat je kijkt. Vandaag heb ik een video voor jullie over make-up voor in de morgen aan te brengen. Die niet te lang duurt, dus die ook niet te veel tijd in beslag neemt. Want we weten allemaal, 's morgens met een gezin of zelfs als je ook op tijd je terrein moet halen, kan het nogal hectisch zijn en gaan we soms al vlug de deur uit zonder een beetje make-up op ons gelaat. Wil je graag weten welke producten ik daarvoor gebruik? Kijk dan gerust verder. Laten we eraan beginnen. Laat ik eerst even mijn bril afzetten. Dus de producten die ik gebruik zijn van Milene. Milene is wel gekend. Is een Belgisch product. Enkele jaren op de markt te verkrijgen is. Milene is vooral bekend door de homeparties. Door de consulenten, de make-up consulenten of de beauty consulenten of de home. Vandaag heb ik dus productjes daaruit gekozen om 's morgens onze make-up vlugger te laten gebeuren. Voor mijn foundation, dus ik heb dan mijn dagcreme op, ik heb ook mijn oogcreme opgedaan, ga ik de Magic Cream gebruiken. Dit is dus een witte crème met color caps erin en dat wil zeggen van zodra je dat op je gelaat brengt of op je huid, breken die color caps open en ga je een mooie zomergloed krijgen. Je kan dit dus aanbrengen met een penseel of met je vingers als het nog vlugger moet gaan. Maar ik gebruik graag door mijn opleiding ook als make-up artist penselen. En ik ben dat zo gewoon. Ik zou misschien beter wel ook mijn tijd opnemen. Dus ik ga eventjes ook een timertje gaan halen. Ik ben direct terug. Dus ik heb mijn iPad te staan. En de tijd staat dus in op 5 minuutjes. Voilà, die is aan het lopen. Dus zoals ik al zei, de crème met de color caps. Uitsmeren in de hals. Als ik naar daar kijk, ik kijk in mijn spiegel, hè, jongens. Zo, dat zit er al op. Dan ga ik mijn ogen doen. Daarvoor gebruik ik ook de blush. Die kan zowel op de wangen als de oogmake-up gebruikt worden. Deze is de Blush Rouge nummer 17. Kan je dus ook terug met een borstel of met je vinger. Toch voor mooi te blenden gebruik ik graag een borstel. We hebben nog 3 minuten. Dan blush. Terug mooi uitvagen met de borstel. Te enthousiast geweest met mijn blush, maar dat geeft niet. We blenden het uit. Voilà. Dan kan je ofwel grijze eyeliner gebruiken of er eentje met een kleurtje. Dit is de Ebony. Nog 2 minuten. Dan de mascara. Dus er een zo met een hele korte borstel om lengte te creëren. We hebben niet veel tijd, hè, jongens. Het moet vooruit gaan. En dan als lipstift of toch een beetje kleur op de lippen gebruik ik de lip crayon.
Dit is in de kleur, we hebben nog 57 seconden, de Lip Crayon Rosé. Of Rose. Nog een beetje tijd om af te werken. En daar gaat de bel. Dit is mijn look. Dus je ziet, met maar slechts 5 minuutjes, en ik had zelfs nog een beetje tijd over, kan je toch een beetje van make-up op je gelaat toveren. De brooddozen staat klaar van de kinderen. En we kunnen vertrekken. Vind je dit een leuke video? Doe dan de duim omhoog. Abonneer je op mijn kanaal Life Trigger. Het is volledig gratis en je maakt er me heel blij mee. En dan zie ik jullie in de volgende video. Dag!